In deze video gaan we het hebben over het verwijderen van een huidafwijking in alreine ziekenhuis. Nou, die huidafwijking kan bijvoorbeeld een moedervlek zijn of huidkanker. Dermatoloog Douwe Vellinga die gaat me zo uitleggen hoe dat nou allemaal in zijn werk gaat. Douwe, jij bent dermatoloog in een alreine ziekenhuis. Uh, kun je eens uitleggen hoe zo'n behandeling in zijn werk gaat? Nou, als we hebben besloten om iets weg te halen, te opereren, dan uh, doen we dat op de Polykliniek Dermatologie. Wij hebben daar behandelkamers voor waar we deze ingrepen kunnen uitvoeren. Vaak gaat het dan om het verwijderen van een moedervlek of huidkanker. En uh, in de meeste gevallen gaat het om een ovaal wat we dan wegsnijden. Dus het plekje zelf met een bepaalde marge daaromheen. Dat betekent dat we extra millimeters wegnemen. Dat is eigenlijk wat we hier zien. En dat is wat we hier zien. Dat is een ovaal wat we dan letterlijk aftekenen op het lichaam. En dan uh, zullen we het uiteraard eerst verdoven met een paar prikjes. Dat is eventjes gevoelig, maar dat is goed te doen. En daarna is het uh, verdoofd en dan kunnen we beginnen met de operatie. Dan snijden we het weg en dan uh, zullen we dat in een potje doen, wat dan vervolgens naar de patoloog gaat. Maar waarom in een ovaaltje, dus niet gewoon letterlijk het plekje of de moedervlek? Nou, als we letterlijk het plekje zouden wegnemen, is dat vaak een rondje. En als je dat gaat hechten, dan heb je twee opstaande puntjes en dat is gewoon lelijk. Dus dat kun je voorkomen door daar een ovaal van te maken. En als je dat dan hecht, dan heb je gewoon een plat letteken. Is zo'n behandeling eigenlijk pijnlijk? Nou, de behandeling zelf is niet pijnlijk, maar dat komt door de verdoving die we van tevoren hebben aangebracht met enkele prikjes. Dat is natuurlijk wel even gevoelig, maar het heeft een goed doel, want daarna is het ongevoelig. Ben je eigenlijk lang met zo'n behandeling bezig? Nou, dat varieert sterk uh, uh, wat de operatie inhoudt. Als het een simpel ovaaltje is, zoals we hier nu hebben besproken, dan ben je daar met 10 minuten mee klaar, een kwartiertje. Maar soms zijn het ook wel wat grotere ingrepen, met name in het gezicht. En dan is het ook niet zomaar een ovaal, maar dan kan het een andere vorm hebben en dan zijn we een half uur bezig. Hoe kun je nou goed voorbereiden op zo'n behandeling? Nou, de voorbereiding die hangt ook wel af van de locatie van het plekje wat we gaan verwijderen. Als het op het been zit, is het natuurlijk makkelijk om een losse, loszittende broek aan te doen van tevoren. Um, en als het op een behaard stukje zit, dan is het handig om een aantal dagen van tevoren, zeg drie dagen van tevoren, het gebied te scheren. Want dan kun je ook de pleister makkelijker plakken zonder dat je elke keer de aarde aftrekt. Kun je bijvoorbeeld na de behandeling nog klachten krijgen? Nou, meestal valt het reuze mee. Uh, natuurlijk, als dat uh, nog wat gevoelig is, dan kun je een paar slikken. Maar de meeste mensen hoeven dat helemaal niet te doen. Het is wel zo dat afhankelijk ook weer van de plek waar we het weghalen, als dat bijvoorbeeld op een schouder zit, dan moet je je arm even ontzien. Uh, want het kan zijn dat we de hechtingen loslaten. Uh, en ook op het moment dat we de hechtingen verwijderen, dat kan na één of twee weken zijn, dat horen patiënten op het moment dat ze gaan opereren, dan is het daarna nog niet heel sterk. Dus ook dan geldt om het even nog te ontzien. En de periode daarna? Nou, de eerste twee weken dan ontstaat een korstje, nou, dat gaat eruit, de hechtingen worden verwijderd. Op dat moment heb je dus strikt genomen al een litteken. Er zal altijd een litteken ontstaan, dat is onvermijdelijk als je gaat snijden. Uh, maar vaak uh, worden het natuurlijk mooie littekens, uh, mooi dun. Uh, maar als het op een gevrichte plaatsvindt, kan het ook wel eens zijn dat zo'n litteken uiteindelijk wat breder wordt dan gewenst. Dat is niet helemaal te voorkomen. Um, maar met de tijd, en dan houden we meestal een jaar aan, zul je zien dat het litteken huidkleurig wordt, niet meer rood. En dan zal er veel minder opvallen. En wat doe je dan met dat stukje dat je hebt weggehaald? Nou, dat stukje doen we in een uh, potje. Dat potje gaat naar de patholoog. Dat is iemand die dat dan onder de microscoop bekijkt. En dan gaan ze kijken naar de cellen die ze daarin aantreffen, of dat inderdaad kwaadaardige cellen zijn. En met name ook naar de randen van het stukje wat we hebben weggehaald. Of de cellen daar nog in aangetroffen worden. Want zo weet je of je alles. Compleet hebt verwijderd of niet. En dan een paar weken daarna dan heb je de uitslag en dan uh, bel je of hoe werkt dat? Ja, meestal is dat uh, twee weken daarna, één, twee weken daarna, dat we daarover kunnen bellen of mededelen als de patiënten hier zijn. Uh, en dan weten we of alles uh, goed is gegaan. Helder verhaal, dankjewel Douwe. Dank je. Wil je hier nou nog meer over weten? Kijk dan even op de website van Alrijne Ziekenhuis of check de folder.